Ede energie-neutraal. In Ede is over 30 jaar geen enkel huis meer aangesloten op het aardgas. We kiezen namelijk voor energie-neutraal. Maar hoe werkt dit precies? Moet je dan koud douchen? Alvast een extra warme trui kopen? Of ongekookte eieren eten? Dat mag allemaal, maar het hoeft niet. Goed isoleren is altijd de eerste stap. Maar er zijn ook alternatieven voor aardgas. In Ede wordt een warmtenetwerk ontwikkeld. Met dat warmtenetwerk wordt warm water via ondergrondse leidingen aan huizen geleverd. Je kunt ook je huis verwarmen met een warmtepomp. Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem of lucht. Met die warmte kun je je huis opwarmen. Niks aan de hand dus. Je kunt gewoon blijven doen wat je altijd al deed. De komende jaren wordt duidelijk welke wijken wanneer aardgasvrij worden. Meer weten? Kijk op ede-natuurlijk.nl.